Goedemorgen allemaal. We zijn weer terug op de Dutch. Ik heb er zoveel zin in en ik dacht, weet je wat, ik ga vandaag gewoon eventjes zitten met jullie alsof we een soort van FaceTime gesprek hebben en eventjes alles updaten. Het is nu ochtend en ik moet me klaarmaken voor de dag. We hebben straks meetings staan en weet ik veel wat, dus ik ga even met jullie mijn make-up doen en ondertussen even lekker babbelen. Ten eerste, ik heb YouTube gemist. Er zijn de laatste tijd heel veel dingen gebeurd waardoor we zeg maar eigenlijk nauwelijks tijd kon vinden voor YouTube. En dat is ontzettend jammer, want we houden ons graag aan een routine. Maar dit was echt even wat anders. Wij zijn eigenlijk onze ochtend begonnen om 5:30 al. Dus echt super vroeg, want Louis die stond mauw voor de deur. En hij heeft de laatste tijd heel erg dat hij constant bij ons moet zijn. Maar dat is op een gegeven moment zo vervelend. Dus ja, we hebben wel eens slapeloze nachten de afgelopen tijd. Voor degenen die mij volgen op Instagram, die hebben vast en zeker gezien dat we gaan even helemaal rewinden naar oktober vorig jaar. Dat ik naar Mexico was geweest. En iedereen had zoiets van, wat ga je nou doen daar? Want ik ging filmen en weet ik veel wat. En hoe tof was dat? Want ik mocht dus samen met NPO opnemen voor mooiste meisje van de klas. Alleen dan hadden ze een Who's That Girl aflevering. Dus net iets anders. En dan mocht ik dus mijn hele verhaal gaan vertellen over mijn leven. Over mijn Mexicaanse familie. En het was zo ontzettend tof om te doen. Want dit was de allereerste keer dat ik überhaupt mijn familie zeg maar in de Nederlandse media kon meenemen. Dus dat was een heel speciaal momentje, want dat gebeurt gewoon nauwelijks. Nou, hier is Louis. Ook vandaag ga je in de video, hè? Maar goed, ik kon dus voor het eerst mijn Mexicaanse familie meenemen in het hele gebeuren hier. En dat gebeurt dus eigenlijk nooit. Dus ik vond het heel bijzonder en het was ook zo ontzettend tof. Want ik ging daar 3 dagen heen met een hele filmcrew. Dus het was heel snel en we schoten echt van 8:00 ochtends tot 8:00 avonds. Maar ik heb dus wel mijn familie weer kunnen zien. En dat was ontzettend tof. Maar toen kon ik dus niet zeggen waar dat voor was. En nu is dus eindelijk de documentaire van Who's That Girl uit. En die kan je zien op de NPO-app, volgens mij is het tegenwoordig. Dus het is echt super tof. En ik ben daar best wel, ik kan er best wel trots op zijn wat we neergezet hebben, want het is echt mijn hele levensverhaal. En dat was eigenlijk het allereerste waardoor we zoiets hadden van, ja, we zitten hier nu zo in. Daar zijn we echt maanden mee bezig geweest, ook in Nederland, zeg maar. Wat er dus toch wel voor zorgt dat je gewoon minder tijd over hebt. Hallo Louise. Nou, dit is. Dat je minder tijd overhoudt voor de, oh, oeps, voor de rest. En jullie weten van mij, dat heb ik ook wel eens eerder verteld, ik heb ADHD. En ik praat daar eigenlijk heel erg open over altijd, omdat ik het belangrijk vind dat mensen die ook ADD, ADHD iets anders hebben, om het zo te zeggen, dat je weet dat dat gewoon normaal is, zeg maar. En dat andere mensen daar ook mee zitten af en toe. Dus jullie weten van mij dat ik ADHD heb. En dat zorgt er best wel voor dat ik heel chaotisch kan zijn af en toe. Wat ervoor zorgt dat ik een beetje het overzicht verlies. Dus als ik hele grote projecten heb, dan wil het nog wel eens voorkomen dat het eigenlijk te snel te veel is. En te veel tegelijkertijd. Omdat je met social media natuurlijk überhaupt al heel snel hebt dat je een soort van 10 vakken in 1 doet. Want je bent cameravrouw, je bent editor. Dan moet je ook nog leuk zitten op de camera zelf. Je moet kunnen vertellen, je moet er goed uitzien. Dit, dat en helemaal in fitness. Is dat af en toe best wel veel. Nou, dan komt ook het trainen er nog bij, alle meetings die je hebt overdag, omdat je natuurlijk ook je business op wil zetten en alles. En dan nog de grote projecten erbij en stories de hele dag en je posts maken en het editwerk. Dus dat is best wel veel tegelijkertijd, wat ervoor zorgt dat ik af en toe een beetje het overzicht kwijt ben, zeg maar. En dat was dus toen ook zo. Volgens mij hebben we dat toen met kerst ook wel aan jullie verteld. Dat het zoveel was tegelijkertijd dat we eventjes af en toe een weekje oversloegen. Toen in Nederland moesten wij weer terug vanuit Mexico. Toen hadden we alle 5, want we waren met 5 mensen daar, een hele filmcrew. Hadden we op de allerlaatste dag dat we terugvliegen naar Nederland mega. Maar als ik zeg mega, echt mega voedselvergiftiging gekregen. Omdat we dus allemaal zo ontzettend ziek werden, ben ik een maand, je hoort het goed, een maand ziek geweest van dat virus. En na 3 weken dacht de huisarts een keer van, nou, nu mag het wel getest worden hoor. In Nederland is dat altijd ontzettend langzaam, heb ik het idee. Dus ik heb echt, nou ja, minstens 2,5 tot 3 weken
gewoon alles eruit gegooid. Ik kon niks binnenhouden. Zelfs het normale drinken, fruit, niks bleef in mijn lijf. Dus ik ben toen ook in 1 keer iets van 3 kilo afgevallen. En ik voelde me echt zo ontzettend beroerd. Maar toen moesten we ook nog veel meer in Nederland. En dat hebben we toen allemaal ziek gedaan. Moet je nagaan. Nou, en gelukkig zie je dat dus niet zo goed op beeld. Of eigenlijk helemaal niet. Hè? Als je zou zeggen van nou, er is niks aan de hand geweest. Was dat ook niet, want dat kan je niet zien. Maar goed, dat ging ook nog allemaal door. Dus wij gingen langs bij de politie en weet ik veel wat allemaal om op te nemen. Terwijl ik dus niks binnen kon houden en de hele crew eigenlijk niet. Fast forward, was uiteindelijk dat project helemaal af. Is het ondertussen in maart online gegaan. En de reacties van jullie, ook van de mensen van YouTube, hebben het volgens mij wel een aantal gezien. Waren zo ontzettend lief. En ik was ergens wel echt mega zenuwachtig, want het is iets heel persoonlijk wat je deelt. Een soort van mini-autobiografie. En je weet natuurlijk niet van tevoren hoe mensen daarop gaan reageren. En het is wel jouw persoon. Dus als dat fout gaat, dat is best wel eng of zo. Weet je, en dat kan je heel erg overdenken. Maar thank God, super lief van jullie allemaal. En ook van iedereen op Insta en iedereen die het gezien heeft, waren de reacties echt heel erg lief. Nou, toen had ik op mijn story gezet. In het Engels, want op mijn Insta post ik vaak in het Engels. Maar ook tegenwoordig steeds meer in het Nederlands trouwens. Dus als je me nog niet volgt op Insta, doe dat even. Ik had in ieder geval gepost zoiets. Was ergens in februari was dat toen. Toen zei ik van, als er dingen zijn uit je comfortzone, maar dingen die je wel heel erg enthousiast maken, doe het. Doe het bang. Doe het fucking bang gewoon. En dan zie je wel wat eruit komt. Nou, dat had ik dus toen op mijn story gezet en ik zei toen ook van, ik ga nog niet zeggen wat het is, ik wil het niet jinxen. Want straks gebeurt er gewoon helemaal niks mee. En dan heb ik helemaal hype lopen doen op mijn Instagram en dan is het gewoon niks. Maar goed, ik wou mensen wel meegeven. Als je iets wil en je bent er bang voor, doe het gewoon. Want vaak zit achter die bangheid iets heel erg leuks, wat je gewoon ver kan brengen. Dus, ik met mijn hoofd heb auditie gedaan voor een film. En dan moet je je zo voor je zien. Wij werden benaderd door een modellenbureau via de mail. Want Jared doet natuurlijk mijn management ook. Dus die leest dat allemaal gewoon de hele dag door en is daarmee bezig. En toen zei ze, ja, voor een bijrol zouden we Nosley graag willen vragen of ze auditie wil doen. En natuurlijk moet je daar audities voor doen. Want het is niet zo van, oh, je hebt veel volgers, dus ga jij maar even in een film. Nee, zo werkt het niet. En ergens ben ik daar ook heel blij mee. Want ja, anders zou je ook gewoon geen goede films krijgen natuurlijk. Dus ja, ik ging auditie doen. Ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. En het is iets wat ik stiekem heel graag wou. Maar ja, ik heb de afgelopen 7 jaar me zo gefocust op socials. Dus ik dacht, weet je wat, ik ben te laat. Komt niet meer. Ik heb het eigenlijk gewoon losgelaten. En dat was ook wel prima hoor. Toen kregen we de tekst binnen. En dat was dus voor een souschef. Saskia zou ik heten. Nou, een goede match was het niet helemaal, maar oké. Okay. Saskia. En die Saskia, die had dus een scène erin zitten dat ze heel erg moest huilen, janken, tieren, alles bij elkaar tegen een tegenspeler. Nou, wie dat dan zou zijn, weet je natuurlijk nog niet van tevoren. En ik zweette me echt kapot. Want Jeremy, die moest mijn tekst oplezen en ik moest dan daarop acteren, wat ik nog nooit van mijn leven gedaan heb, en er dan maar iets van maken. Maar goed, we hebben het gedaan. Ik had echt zulke zweetplekken onder mijn armen. Jer vond het heel grappig om te doen, want die was natuurlijk mijn tegenspeler dan. Dus die vond dat geweldig. Ik denk dat we het iets van 4, 5 keer hebben opgenomen en toen de beste hebben uitgekozen. Toen dacht ik, weet je wat? Adem in, adem uit. Stuur het gewoon op. Je merkt het wel. Is het niet goed genoeg? Prima. Dan heb je het wel geprobeerd en daar zit ook wel groei in als persoon, vind ik. Dat je gewoon dingen durft, het doet. Ja, komt er iets niet goed uit? Prima. Maar dan heb je het wel gedaan en dat was ook leuk genoeg geweest. Dus ik had dat gedaan. Dacht er verder niet meer echt bij na. Ik dacht, nou ja, weet je, is leuk om een keer uit te proberen. En misschien werkt het niet. Ook prima. En toen kreeg ik een mail terug. En toen zeiden ze van, ja, iedereen is heel erg enthousiast over je. Maar, even een paar gesprekken verder. Wil je misschien een van de hoofdrollen spelen? En toen ging er echt een paniek door me heen, maar ook iets van blijheid en excitement en alles tegelijkertijd. Dus ik was zo in één keer, oh, kut, sorry. Zo in één keer overwhelmed van alles. Dan dacht ik, ja, tuurlijk wil ik een hoofdrol spelen in een film. Het is een van de hoofdrollen, want er zijn er 3 in deze film.
En toen heb ik vervolgens allemaal gesprekken gehad natuurlijk en weet ik veel wat. En toen was het van, nou, toen moest ik een soort van stoomcursus, hoe moet je op de set doen? Want ik wist nog niet wat ik ging doen. En toen moest ik een film op gaan nemen. Nou jongens, uit alle blinde paniek, omdat ik zo zenuwachtig was, heb ik dat hele script van zo'n dik boek uit mijn hoofd geleerd. Ja, dat is niet helemaal hoe het hoort, maar goed, ik heb dat wel gedaan. En iedereen zei daar, oh, je kent je tekst zo goed. I was like, ja, goed voorbereid. Dat is gewoon zenuwslopend. Die dagen van de film was ontzettend leuk, maar ontzettend lang. Jongens, ik heb 12-urige draaidagen gehad. En dan moet je dus zo voorstellen dat alle dingen die ik dus aan het begin van deze video heb genoemd, waardoor ik altijd al vaak in een soort van overwhelm zit en het net aan red, kreeg ik de film er nog eens bij. En dat zijn dan 12-urige draaidagen. Soms 3 achter elkaar, soms 4. Dan is het weer een week niet, dan weer een week wel. Nachtdiensten van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Nou jongen, ik was op z'n zachtst gezegd kapot. De eerste 3 dagen daar waren echt zenuwslopend voor mij. Uiteindelijk allemaal gelukt, superleuk. De film heet Vuur en Vlam en komt op Amazon Prime. Dan weten jullie het alvast. Vanaf 1 september is die te zien daar. En ik heb hem zelf dus nog niet gezien. Top, maar we gaan nog een viewing krijgen. Dus dat houdt in dat je met de hele cast gaat kijken en weet ik veel wat. Ontzettend zenuwachtig daarvoor, want ik weet niet hoe dat eruit ziet. En dan zie je in één keer je eigen kop op een scherm. Goed, het is een Amazon original. Wat inhoudt dat hij niet in de bioscoop komt, maar wel dus bijvoorbeeld net zoals een Netflix original op dat platform. Mijn allereerste filmrol, jongens. What the fuck. Ik heet Noah in de film. En ik ben een happy single. En echt zo'n stoer mens, zeg maar, die enge dingen wil doen. Hanggliden, bungee jumpen. En ondertussen een enorme flirt met mensen. En dat was echt even slikken bij sommige scènes. Want ja, je moet toch dat karakter je eigen maken. Maar ik ben dat niet. Ik ben al 14 jaar samen met Jer. Dus voor mij is dat heel raar. Maar het is wel gelukt. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus dat is echt enorm leuk en een project waar ik ook wel weer heel trots op ben, maar ik voel dat nog niet helemaal. Het schijnt ook een dingetje te zijn van ADHD, heel raar, maar omdat dus je dopamine level zo laag is, het echte trotsen en het echte blij zijn met een gevoel wat je wel eens voelt in je borst bijvoorbeeld, bij de andere mensen die dus geen ADHD hebben of iets anders, dat voel ik dus niet. Dus het is voor mij soms heel moeilijk om echt oprecht trots te zijn op mezelf en dat te voelen. Ik kan het zeggen, maar als ik het niet voel, dan komt het niet binnen, snap je? Dus het zit er nog niet helemaal, zeg ik je heel eerlijk. Misschien als ik de film zie dat ik denk, wauw. Maar nu, nee, nu nog niet. Toen was de film afgelopen en alle scènes en weet ik veel wat en iedereen op mijn stories werd helemaal gek. Want ik postte natuurlijk wel dingen dat ik daar was, maar wat ik aan het doen was, wat de hel er gebeurde, wist niemand. Dus ik had constant 1 groene jurk aan. En iedereen werd helemaal lijp. Zeiden, wat ben je aan het doen? Ben je een reclamespot aan het doen? Hunke Muller campagne kwam voorbij. Je eigen kledinglijn kwam voorbij. Bikini merk, dit, dat. Mensen hebben de raarste dingen geraden. Maar het was dus de film. En de film zelf gaat over dat wij in een brandend gebouw vastzitten. Dus ik heb ook 1 outfit aan de hele tijd. Maar mensen begrepen het natuurlijk niet, wat heel logisch is. Maar het is dus een romantische comedy en een actiefilm in 1, wat echt ontzettend tof is. Na de film was ik natuurlijk helemaal dood. Zoals ik al zei, ik had echt de energie voor niks meer. Trainen in die periode was ook echt heel lastig. Kijk, jullie weten van mij dat ik vaak ook gewoon natuurlijk mijn eigen eten verzorg en weet ik wat. En de catering daar was goed. Dus ik at wel genoeg. Het is alleen dat het trainen ernaast, naast 12-urige dagen, was gewoon echt niet te doen. Dus wat we gedaan hebben toen de film af was, letterlijk de week daarna zijn we lekker naar Spanje gevlogen met z'n tweeën. Ik en Jer. Jer en ik. En toen hebben we lekker een appartementje geboekt. En ook daar gingen we weer aan het werk aan het volgende project. Want dat is natuurlijk wel een ding. Je gaat van project naar project naar project in social media vaak. En dingen die je wil doen. Dus het loopt wel op elkaar op. Maar het was gewoon lekker om even weg te zijn van huis. Weg van de katjes. Want die zitten de hele dag in je face. Wij werken vanuit huis. Waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Maar het is wel zo dat als je hier bent. Weet je, ik zie de was staan. Je ziet, oh, ik doe even de afwas snel. Of de katten moeten weer wat. Dan moet de kattenbak weer gedaan worden. En je wordt zeg maar zo afgeleid. Dus wij hadden zoiets, weet je wat, we gaan lekker naar Spanje. Zon op je kop. Ik ging daar schrijven voor iets heel erg leuks.
Dus dat was gewoon een heel mooi begin van even een rustige periode, maar ook weer iets heel erg leuks op werkgebied. Maar daar horen jullie meer later over, dit jaar. En wat ontzettend leuk was in die periode, hebben we Jeremy's moeder overgevlogen naar Spanje, naar ons appartementje waar we zaten voor haar verjaardag. Ze wordt namelijk 65 dit jaar en toen hadden ze iets van lekker zon op je hoofd doet je altijd goed. Dus toen hebben we de laatste paar dagen daar ook nog met haar doorgebracht. Dat was gewoon echt ontzettend gezellig. Ook weer eventjes iets wat voor haar een lekker paar dagen weg was van alle stress en zo van haar werk. Dus dat was heel erg tof. Nou, en toen waren we wel weer een beetje opgeladen uiteindelijk. Toen kwam het volgende, want toen heb ik een campagne opgenomen met ISN en met Brobby, de spits van Ajax. Was ontzettend leuk, maar het gaat natuurlijk maar door en het gaat maar door en het gaat maar door. Wat heel goed is, want ja, je werkt voor jezelf. Natuurlijk moet je inkomen creëren en we maken de dingen die we doen voor jullie. Dus het is gewoon ontzettend tof en daar krijg je veel energie van. Maar je moet wel uitkijken dat het niet zeg maar te veel wordt. Dus nou ja, tegen die tijd was het allemaal weer oké. En nu zijn we dus weer terug op YouTube, omdat ik de tijd er weer voor heb en ook weer even mijn mindspace ervoor heb. Jer is vaak wat makkelijker daarin en die kan ook sneller veel dingen tegelijkertijd doen, maar ik heb daar dus best wel moeite mee. En vroeger vond ik dat heel erg, want dan had ik echt het idee dat ik jullie tekort deed of zoiets. Maar nu heb ik zoiets van, ja, als ik een stap terug moet doen, dan is het prima. En dan als je terug bent, dan ben je weer terug, weet je wel. En dat is ook meer dan fijn. En dat is wat we ook nu gaan doen, want we zijn dus weer terug op YouTube. En ik vond het gewoon leuk om even met jullie te zitten om dus deze snelle update te doen. Van alles en nog wat achter elkaar. En het is even veel, maar ik dacht, ja, ik vind het zo tof om even te vertellen allemaal. We gaan weer elke maandag de video's uploaden. Dus mochten jullie nou requests hebben, dat je denkt, oh, ik wil dit zien. Oh, nee, dat of. Laat het dan vooral even weten in een comment. Ik ben bijna klaar. Alleen nog even een lippie. Is dit de goede? Wow. Oké, dat is de final make-up look. Het was helemaal geen make-up video, maar ik vond het leuk om even zo te doen. Bedankt voor het kijken weer helemaal als je de video helemaal uit hebt gekeken. Dankjewel dat je weer terug bent. En wij zijn dus ook weer terug. Vanaf maandag hebben we dus weer elke week nieuwe video's. Maya! Maya! Kom eens! Oh, mijn baby! Ja, Maya heeft dus een soort van separation anxiety. Wat inhoudt dat ze de hele dag naast me moet zitten als het even kan. Kom eens. Zeg maar even hallo tegen iedereen. Hey Beertje. Dit is echt mijn sidekick. De hele dag wil ze graag bij me zijn. Nou, dit bedoelde ik. Dus met afleidingen thuis. Goed. Anyways, bedankt voor het kijken. We zien jullie volgende keer weer. Groetjes van Maya en Louise. En heel leuk dat je weer gekeken hebt. Doeg!